Kom erin. Dankjewel. Goedemiddag. Hallo. Namiddag. Vandaag is het oudervertelgesprek van onze dochter Nora in het eerste leerjaar. Goed, mama van Nora. Welkom. En wat is uw naam? Mijn naam is Vanessa. Oh, dag Vanessa. Het is de bedoeling dat wij als ouder de kans krijgen om te vertellen hoe onze dochter in elkaar zit. Speciale noden die ze eventueel heeft. Ik ga eigenlijk niks zeggen. Je weet dat waarschijnlijk. Ja. Misschien zo'n keer knikken of wat dan ook. Ja. Maar jij moet mij eigenlijk vertellen wie jouw prachtige dochter is. Ja. Cool. Nora is een zeer vrolijk kind. En dankzij het vragenblad die we kregen van de juf, is het toch wel goed en makkelijk om je daarop voor te bereiden. Via karaktereigenschappen, medische informatie, krijgen zij een volledig beeld van hoe ze in elkaar zit. Bijvoorbeeld, u bent bezig met iemand en ze merkt dat die kant dan niet goed. Ze zal haar werk loslaan en direct willen gaan helpen, en terwijl dat haar werk nog niet af is. Ja. Dus ze kan geconcentreerd werken, maar ze is snel afgeleid. Zo'n oudervertelgesprek is eigenlijk ook voor ons als leerkracht een ideaal moment om eens die ouders de eerste keer echt te zien en te spreken. En niet alleen maar over schoolresultaten, dat doen we wel later in een oudercontact, maar hier gaat het echt over wie is het kind, vertel een keer. Het zijn eigenlijk allemaal heel interessante dingen die wij vanaf de eerste week eigenlijk kunnen meenemen om zo een hele mooie weg samen met het kind en met de ouders te gaan, want die zijn toch een heel belangrijke factor in hoe een kind zich voelt en hoe een kind zich gedraagt. Oké. En hoe hebt u de eerste schooldagen zo'n beetje ervaren? Waarschijnlijk wel zenuwachtig? Het was zeer zenuwachtig, voor mij vooral. Het is iets nieuws voor mij en voor ons, mijn man en ik. Maar ik was zeer zenuwachtig. Ik heb eigenlijk niet hoeveel geslapen. Ja. Ik dacht nu van, hoe gaat ze dat nu doen? Nu is het oké, toch? Ja. Nu, ja. Als ik haar hoor wat dat ze vertelt en zo met die taakjes dat ze al een keer gekregen heeft. Ik zei, alleen, ze is goed mee. Dus ja. 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 De eerste stress is weg. Ja, de eerste stress is weg. Goed. In een kleuterklas gaan ouders echt hun kind gaan afhalen in de klas. Vanaf het eerste leerjaar is dat niet meer zo. Dus dat contact zo op de speelplaats tussen de soep en de patatten, zoals dat we wel zeggen, in een lagere school gebeurt dat eigenlijk helemaal niet, of toch heel weinig. En vandaar is het eigenlijk heel goed dat wij dat zo snel, dat oudervertelgesprek, doen. Omdat dan voor de ouders ook zo'n beetje de trend is gezet van oké, wij weten, de juf is er, we kennen de juf nu, er is al een eerste klein contact geweest. En dat eerste gesprek, dat is altijd een open deur zetten voor de rest van het schooljaar eigenlijk. En we merken dat ook, dat ouders veel sneller een mailtje gaan sturen of eens iets in de agenda schrijven als ze niet kunnen langskomen. Of echt ook gewoon eens na school binnenspringen om een kleine bezorgdheid of zo te uiten. Aarzel niet om binnen te springen als je merkt van oei, er is iets met een vriendje of toch iets waar dat ze mee zit, zoals waar dat ze gisteravond dan mee zat. Spring binnen. Ik ben hier iedere dag van rond 7:55 of na schooltijd, of stuur de mailtje. En als je denkt, het gaat een beetje langer duren, ons gesprek, dan spreken we een dag en een uur af, moest er iets zijn. Goed, want dat is het allerbelangrijkste, hè, dat een kind zich goed voelt. Ze moeten nog tot hun 18 jaar naar school gaan, dus plezier in school, dat is eigenlijk, dat is alles. Hè.